is zo fijn. Tot de oude vrouwen zijn. Danielle, vorig seizoen was dit nog je thuishaven in Rotterdam, Kralingen zeg maar. Was je van tevoren zenuwachtig of meer gespannen, laat ik het zo zeggen? We hebben al in de voorbereiding een oefenwedstrijd tegen Excelsior. Goed, dat was in Rijswijk. Ja, dat is waar. Maar ja, het veld komt me heel bekend voor, maar ik was niet extra zenuwachtig eigenlijk vandaag. Ik wist wat we moesten doen en dat hebben we vandaag gedaan. Eerste 20 minuten zat er nog helemaal niet uit dat het uiteindelijk 0-6 zou worden. Het was een beetje moeizaam in de beginfase. Waar lag het aan, denk jij? Ik denk dat we een beetje op zoek moesten naar de ruimtes en waar we, waar we het makkelijkst konden spelen. En daar waren we, ik denk, op beginfase wel een beetje naar op zoek. Maar uiteindelijk vonden we de ruimtes en dan kan het ook snel gaan. Ook met corners. Ja, dat haal je terecht aan. Wat heel opvallend was natuurlijk van de 6 goals, 5 aan een corner en 1 uit de vrije trap. Ja. Nee, ja, dat is zo. Zou je kunnen concluderen, daar hebben jullie echt heel fanatiek op geoefend. Eigenlijk valt het wel mee. Tuurlijk, we oefenen erop, we weten hoe ze moeten. Maar afgelopen week hebben we daar niet speciaal aandacht aan gegeven. En zeiden ze gewoon de corners doen zoals iedereen weet hoe ze moeten. En dan komt het goed. En dat was ook zo, dus. Uiteindelijk een ruime overwinning. Dan van tevoren, voordat je hierheen gaat, denk je toch, ja, het kon zo'n pittig potje worden, want vorige week heeft Excelsior maar met 2-1 verloren van Feyenoord. Ja, nou, ik heb toevallig die wedstrijd ook gezien. Maar wij weten wat wij kunnen. En wij wisten gewoon dat we hier moesten winnen. En dat hebben we gewoon gedaan. Dus ja, op naar de volgende. Vorige week 4 tegen Telstra, nu 6. Dus wat dat betreft, de doelcijfers zijn uitstekend. Alleen Twente heeft vanavond ook met 6-0 gewonnen. Dus die staan toch nog even 1 plaatsje hoger. Wat zijn jullie ambities voor het komende seizoen? Wij willen gewoon goed voetbal spelen. Wij willen de top 3 lastig maken. En daar gaan we volgende week mee beginnen. Zoals gezegd, je bent nieuw bij Adelaar. Wat is er nou specifiek anders als de tegenstander van vanavond toen je hier actief was, zeg maar? Eigenlijk. Het is moeilijk met elkaar te vergelijken. De trainingen zijn anders. Natuurlijk een andere trainer. Ik heb 4 jaar lang dezelfde trainer gehad. Een heel nieuw team, nieuwe club. Het is allemaal even wennen, maar het is helemaal goed gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee voor het ontvangst. Ik heb wel de indruk dat je trainer die je nu hebt, Sjaak Plak, wat fanatieker is als de gemiddelde trainer, zeg maar. Want zelfs bij 0-6 scheelt hij nog van alle kanten jullie toe. Ja, dat is waar. Ja, maar dat is alleen maar goed. We moeten gewoon doorpakken en scherp blijven. En de 0 houden dus. Je vormt een duo met Wiele Dauma op dit moment. Je moet aan elkaar wennen natuurlijk. Denk je dat wat dat betreft jullie al aardig aan elkaar gewend zijn? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, we hebben gewoon een goede voorbereiding gehad waarin we al regelmatig samen speelden. Dus op zich, die connectie is er wel. Dus ja, ik denk dat het al goed is eigenlijk. Over 2 weken, 1 oktober, moet je weer een wedstrijd spelen uit. Ik weet niet zo gauw 1-2 tegen wie. Maar goed, wat dat betreft, jullie hebben natuurlijk op dit moment de mindere ploegen tussen aanhalingstekens gehad. Ja. Van tevoren zou zeggen Telstra en Excelsior 6.0, had iedereen gezegd van ja, eigenlijk is dat normaal. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, volgende week spelen we dan tegen PSV. En dan krijgen we ook Ajax en Fortuna. Ja, daar gaan we ook gewoon vol voor de winst. En we gaan zien wat het brengt. Je zei net al van we willen ons ten aanzien van die ploegen die bovenaan eindigen, zeg maar, extra moeilijk maken. Is dat ook een reële verwachting, denk je? Ja, ik denk dat we het ze sowieso moeilijk kunnen maken. Als je kijkt naar ADO de afgelopen seizoenen, dan denk ik ook al dat ze de top 3 aardig lastig hebben gemaakt. Dus ik denk dat een reële kans is. Nicky, uiteindelijk een 0-6 overwinning. Ik zei het net tegen Danielle, de eerste 20 minuten zag het daar nog bepaald niet naar uit. Nee, ik denk dat we het over het algemeen niet heel erg tevreden zullen zijn met het veldspel. Eerst zelf was, we begonnen inderdaad gewoon een beetje rommelig. Niet dat we heel erg in de problemen zijn gekomen, maar ook niet dat we echt zelf veel creëerden, behalve dan de standaard situaties, zeg maar. Dus dat kan wel beter. Even naar de 0-1, corner van Kaira. Dan was iedereen ervan overtuigd dat jij degene was die de bal het laatste setje gaf. Was dat ook zo? Ik was niet betrokken bij de eerste corner, nee. Dus dat klopt. Ja, ik bedoel eerst de 0-1. Je werd op jouw naam gezet. Echt? Oh, nou, dat klopt niet. Vandaar mijn vraag, van, het was een beetje een onoverzichtelijke situatie op dat moment.
Ja, ik stond eigenlijk verre van de situatie, want ik stond op de 16 meter. Dus ik denk dat iemand anders dan... Hou ik het toch op een eigen doelpunt van de keeper, want die tikte hem volgens mij over de doellijn. Maar goed. Ja, wellicht. De laatste goal was in ieder geval wel van jou, de 0-6. Ja, dat klopt. Ja, fijn om een goal te kunnen maken nog. Ben je er ook nadrukkelijk naar op zoek, naar een doelpunt, zeg maar? Nou, ik probeer zeg maar dat niet leidend te laten zijn, zeg maar, in mijn spel. Want ik denk dat als je hem af kan leggen, dan moet je dat altijd doen. En ja, ik vind assist zou ook mega mooi zijn of gewoon een goede aanval kunnen opzetten. Dus, maar kijk, als aanvaller wordt je uiteindelijk, ja, wordt er altijd wel naar gekeken. Dus ik vind het wel fijn, zeg maar, om er dan toch één te hebben, zeg maar. Ja. Er staat bij rust al 0-4 en jullie voordeel. Wat geeft de trainer voor die tweede helft dan nog mee? Ja, ik denk wel dat we natuurlijk op qua veldspel wat beter konden. Dus ik denk dat dat was wel de boodschap van blijf gewoon voetballen en zoek naar de ruimtes achter hun of op het middenveld aan de zijkanten. Dus dat was eigenlijk wel de boodschap van ja, blijf wel op zoek gaan naar het veldspel, zeg maar, hou het veldspel goed. Dus ja, want dat kon ja, na de eerste helft op zich wel beter. Ja. Tweede helft komen er nog twee doelpunten bij, maar als je echt kijkt naar de kansen die jullie gehad hebben, dan had een uitslag van 0-10 ook niet meer staan, denk ik. Ja, ik denk dat de tweede helft op zich wel veel meer ook veld, zeg maar, uit veldspelkansen hebben gecreëerd. Dus inderdaad, dat had nog wel hoger kunnen uitvallen, ja. Vroeg het net al aan Danielle, de verwachtingen wat betreft Adel Haagvoort, het restant van het seizoen, wat zijn die dan in jouw optiek? Ja, het is, ik vind het moeilijk om een soort van daar een plaats aan te verbinden in de stand, zeg maar. Maar ik vind wel dat het verplicht zijn om onze concurrent, zeg maar, voor de middenmoot. Ja, daar moeten we gewoon leveren. En alles wat we mee kunnen pakken bij de topploegen, natuurlijk PSV, Ajax, Twente. Waar we wel in het verleden hebben laten zien dat het kan. Dat we daar ook gewoon vol voor de winst moeten gaan. Maar het wordt daar natuurlijk niet van ons verwacht. En ik denk dat, dat we op punten moeten pakken van de ploegen waar het ook echt daadwerkelijk van kan. Ja. Nou is de selectie nogal gewijzigd ten opzichte van het vorige seizoen. Hoop meiden weggegaan, hoop nieuwe meiden erbij gekomen. Als je dan de breedte bekijkt van de ADO-selectie en de sterkte van de ADO-selectie ten opzichte van vorig seizoen, wat is dan jouw conclusie? Ik vind dat we redelijk gelijkwaardig is gebleven, denk ik. Natuurlijk heb je een aantal echt wel sterkhouders bij je verloren. Natuurlijk achterin ook en middenveld, maar... wat daarvoor terug is gekomen is ook kwaliteit. En zeker ook in de breedte hebben we nu gewoon veel meer opties volgens mij. Dus ik ben wel positief over het elftal wat er nu staat. Ik denk dat we dit seizoen ook wel weer mooie dingen kunnen laten zien. Volgende week zondag moet je naar PSV toe. Dan kom je onder andere weer Quinnet Hendricks en Janieke Dessing tegen. Hoe schat je dat PSV op dit moment in? Ja, lastig. Want ze hebben dan bijvoorbeeld vorige week maar met 1-0 gewonnen. Maar goed, hè. Volgens mij hadden ze wel het overwicht in het spel. Dus het kan ook dat de kansen gewoon niet zijn afgemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar PSV is wel altijd lastig. Maar ook altijd wel een ploeg waar het ook wel mogelijk is om punten af te snoepen. Zeg maar. Dus ik denk ook dat zeker niet dat we kansloos zijn. Dus we gaan er gewoon voor. Zowel Daniela als jij zelf hebben een verleden bij Excelsior Rotterdam. Ga je dan nog met speciale gevoelens zo'n wedstrijd in? Of telt dat helemaal niet meer? Ja, op zich. Ja, ik heb zeg maar 3 seizoenen echt wel naar mijn zin gehad bij Excelsior. En ben daar een betere voetballer geworden. En nu, in het eerste seizoen is het dan nog specialer. Je speelt zo vaak tegen elkaar dat het nu is het eigenlijk vrij gewoon. Maar ja, ik vind het gewoon een... ik heb mooie gevoelens bij deze club, zeg maar. Dus het is altijd wel een beetje specialer, zeg maar. Tot slot. Hoop meiden willen toch op een gegeven moment weer verder. En als je in Nederland verder wil, dan moet je toch richting die top 3. Denk je ook zo? Dat zijn wel natuurlijk de grote ploegen waar je ook opvalt. Ik weet niet in hoeverre dat er in zit voor mij. Ik doe gewoon mijn best hier bij ADO Den Haag. En ik heb nog niet heel erg nagedacht over een stap hogerop eigenlijk. Ik vind dat ik eerst hier nog genoeg moet laten zien, zeg maar, om daar überhaupt aan te kunnen denken. Ik hoop gewoon dat ik hier een mooi seizoen kan draaien, zeg maar. En dan zien we het wel. Aan de start ligt het niet. 2 gespeeld, 6 punten, 10 voor een 0 tegen. Beter kan niet. Precies, dat gaat hartstikke goed. Ja.